Sinds 2017 werken we vanuit het Passagecheck onderzoeksprogramma aan efficiëntere vispassages. Bij het uitvoeren van de passagecheck testen we hoe efficiënt een vispassage nou is om vis, in dit geval glashaal en driedoornige stekelbaars, vanuit de zee naar het achterland te krijgen. Dit zijn soorten die in het voorjaar vanuit de zee naar dit zoete achterland willen migreren. Voor glashaal om dan op te groeien tot volwassen paling en voor driedoornige stekelbaars om zich daarvoor te gaan planten. We staan hier bij Gemaal de Noord op Tholen, waar we op dit moment een passagecheck uitvoeren. Een vispassage, zoals hier recent bij de Noord is aangelegd, is een technische oplossing die vissen die vanuit zee naar de polder willen migreren, moet faciliteren. Zo kunnen trekvissen toch voorbij een kunstwerk zoals een dijk, een spuisluis of een gemaal de polder inzwemmen. De afgelopen decennia zijn er heel veel verschillende typen vispassages aangelegd. De effectiviteit van die voorzieningen die varieert echter nogal. Van 5 vispassages die we op gestandardiseerde wijze hebben onderzocht, varieerde het intrekpercentage van gemerkte glashalen over 2 weken tijd tussen de 7% en 60%. En voor driedoornige stekelbaars was dat 6% tot 33%. Om effectief te zijn moet het ontwerp en de werking van de vispassage in de praktijk zo goed mogelijk aansluiten op het migratiegedrag van de doelsoorten. Eigenlijk draait het allemaal om het snappen van het gedrag van de vis en het faciliteren van dit migratiegedrag met het kunstmatige hulpmiddel wat de vispassage eigenlijk is. Dat is ook de reden dat we hier heel goed onder water kijken wat er nou precies gebeurt. Dat doen we door met onderwatercamera's in de verschillende delen van de vispassage te kijken en om daar te zien of vissen wel tegen de zoete lokstroom van de voorziening in kunnen zwemmen, hoe ze de vispassage precies gebruiken en of we gekke dingen of verbeterpunten tegenkomen. Dat gedrag dat we onder water zien koppelen we weer aan gedetailleerde metingen van de stroomsnelheid in de verschillende delen van de vispassage. Zo brengen we knelpunten in kaart, maar zien we ook welke delen er juist heel goed werken. En dat is heel handig bij het optimaliseren van de stroming en voor de aanleg van toekomstige vispassages. We kijken natuurlijk niet alleen naar gedrag en stroming, maar we willen ook met keiharde data laten zien hoe effectief de vispassage is. Daarvoor willen we een paar dingen weten. We willen weten wat het aanbod is, dus hoeveel vissen kunnen of willen hier in potentie naar binnen trekken. Is er een effectieve lokstroom die vissen naar de ingang van de vispassage leidt? En van de vissen die hier naar binnen willen trekken, welk aandeel daarvan wordt er daadwerkelijk gefaciliteerd door de vispassage en in hoeveel tijd? Die vragen beantwoorden we door het uitvoeren van een merkterugvangstonderzoek. Hier aan de voorzijde worden actief zwemmende glashalen en driedoornige stekelbaarzen gevangen met een kruisnet. Die krijgen een gekleurd merkje en worden weer teruggeplaatst waar ze zijn gevangen. De polderzijde van de vispassage is volledig afgesloten met een fijnmazige fuik, waardoor we precies kunnen meten wat er binnenkomt. In eerste instantie willen we dus weten wat er nou in potentie naar binnen zou kunnen zwemmen en wat dus het aanbod is van glashaal en driedoornige stekelbaars. We kunnen deze aanbodschattingen maken doordat we 10 dagen zeer intensief met kruisnetten blijven vissen en daardoor de verhouding tussen gemerkte en ongemerkte vissen weten. Met een merkterugvangstformule kunnen we vervolgens het lokale aanbod benaderen. Een van de belangrijkste onderdelen van een effectieve vispassage is een effectieve lokstroom. Deze lokt de aanwezige vis naar de voorziening, maar is niet te hard om tegenin te zwemmen. Om dit in beeld te brengen, vissen we met vaste kruisnetposities. Bij een goede lokstroom worden de hoogste dichtheden met glashalen en driedoornige stekelbaarzen gevangen met de kruisnetten het dichtst bij de lokstroom. We hebben gekeken of de lokstroom goed werkt en hoeveel vissen er mogelijk naar binnen willen. Dan willen we natuurlijk ook nog weten hoe de intrek daadwerkelijk verloopt. Dus hoeveel vissen zijn er in hoeveel tijd door de vispassage geholpen om daadwerkelijk naar binnen te trekken. Bij een dynamische situatie aan de zeezijde van zo'n vispassage, denk aan de Westerschelde of de Oosterschelde, waar je een continu in- en uitflux hebt van vissen en glashalen komen en gaan, wil je eigenlijk een zo groot mogelijk aandeel van de gemerkte vissen laten passeren in een zo kort mogelijke tijd. Hoe de doortrek verloopt zegt veel over de prestatie van de vismigratievoorziening. Deze combinatie van het onderzoeken van het gedrag van de vissen in de vispassage, van het gedetailleerd meten van de omstandigheden onder water
van het uitvoeren van een intensief merkterugvangstonderzoek en het vervolgens kwantificeren van het verloop van de intrek vormen samen de totaalbenadering van de passagecheck.